Nou, daar zijn we weer, jongens. Na lang wachten gaan we weer Five Nights at Freddy's spelen. Ik weet alleen even niet waar Freddy nu is. Waar is Freddy? We moeten Freddy nog doen, toch? Huh? Ja, ik denk dat... Ja. Maar waar was Freddy niet? Nou, het zal wel. We gaan Freddy upgraden. Als we doodgaan, word ik boos. Ja, maar dat moeten we nog een keer doen, omdat we dood zijn gegaan, dus. Zijn we dood gegaan? Ja, de tijd was om. Het is echt al 2 weken, 3 weken geleden nu, toch? Oké, ja, nou, Freddy is dood gegaan. Ja. Of wij zijn dood gegaan, omdat de tijd om was. Oké. Dus we moeten dit even opnieuw doen allemaal, en dan beginnen we echt. Ja, ja. Ja? Ja. En dan de rechter. Ik was echt wel een beetje bang. Ja, ik had die eerste... Gelukkig had je die eerste gezien, want die had ik dus net gemist. Ik was van... Ik wil kijken en toen was die al voorbij. Toen was ik, dat is echt zo kut, man. Gewoon. Ik vind het spel zo kut, Adrian. Ik weet dus ongeveer nu, jongens, lichtelijk wat er gaat komen. We weten het allemaal. Ja, maar wat straks de keuze wordt. We hebben straks dus een aantal keuzes, maar dat ga je zo zelf wel zien. Jezus. Ja. 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 Ja, ja. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Niet te snel drukken. Oké. Okay. Echt wachten totdat je ziet wat hij wil doen. Nu komt deze. Oké, deze is easy. Zegt hij nu. Onder. Wat, vorige keer hebben we deze doen we altijd perfect. Klopt, we doen wel vaak goed, ja. Want het is ook repeat, weet je wel. Dus groen, ja, onder, boven, onder. Onder, boven, onder, links. Onder, boven, onder, links. Ja, boven. Onder, boven, onder, links, boven, rechts. Dat was hem toch? Dat was hem. Deze was wel het moeilijkst van altijd. Want we hadden heel vaak dat we like 3 keer op groen moesten drukken of zo, weet je wel. Oké, jongens, het enige wat we nu gaan doen is als de tering naar de uitgang. Maar Adrian, want we hebben nu nog de tijd, waar is de uitgang? Je moet de machine nog gebruiken, toch? Dat weet ik, maar ik moet weten waar de uitgang is. Ik heb geen idee hoe we het snelst bij de uitgang komen. Op de ground floor. Want dan moeten we de lift nemen naar Freddy dan. Naar level 1. En dan een trap naar beneden. Is dat slim? Nee. Nee, want dat is niet de goede area. Like, level 1 is op een hele andere area ook. Maar we zijn nu hier, toch? Ja. Als we dan de lift naar boven komen, waar komen we dan uit? Dan komen we op level 1 uit. Oké, en dan? Hoe komen we vanaf hier bij de ground floor? Bij de liften helemaal onderin. Want dit is die grote area. Dus hier naartoe? Ja. Oké, en dan? Oké, dat is een goede manier. Ik denk dat een goede manier is. Maar dan kom je bij ground floor. Check ground floor. Rechtdoor lopen. Rechtdoor, oké. Okay. Oké, ik voel deze. Finish upgrade. Boeit me niet. I am having a hard time adjusting. Ikemashoko. Welke deur? Roxy? Ja. I didn't know Roxy could see. En die van Kokwerk ook. Wait, what? Huh? Oh, stroom is uit. Je moet eerst de dingen zetten. There was an accident in the raceway. Ik moet even wachten, denk ik. Well, nothing seems to stop her. I'm scared. We hadden dit beter kunnen voorbereiden. Kom op! Die deur moet open. Ja, oké, wegwezen. We hebben 10 minuten de tijd. Tering. Stap ook gewoon uit Freddy hier, ja. Voor zijn batterij. Want zijn batterij kan je ook niet meer opladen. Nee, klopt. We zijn vanaf nu, jongens, spoiler alert. Freddy is dit. Dit blijft Freddy. Als onze batterijen leeg zijn, zijn we gewoon fucked. Dus ik weet niet hoe goed we deze game mode gaan spelen vanaf nu. Maar eigenlijk begint Five Nights at Freddy nu pas. Het is zo confusing, joh. Ja. We gaan het zien. We laten wel trouwens eerst het echte einde even zien. Of we laten een einde eerst zien. Niet het echte einde. Dan gaan we dit nog een keer waarschijnlijk doen. Jammer dat we niet kunnen save staten.
Nee, we kunnen niet meer saven. Oké. Okay. En nu, Adrian? Nu moet je door de hele ruimte heen lopen, toch? Of je moet... Die kant op? Nou, rechts was niet de goede kant, toch? Links of rechts? Door de deur daar. Nee, we moeten daarin. Ook niet, daar zit ook gewoon een trap. Hier, deze kant kunnen we op. Wat tijd is het? Oké, okay, hier naar beneden dan. Ja. Okay. Gewoon doorlopen. Oké, okay, jongens, nog 7 minuten. Er zijn er misschien zelfs wel 4 eindes. Want op een gegeven moment zegt Vanessa ook van... joh, wil je deze kant op? Ik ben trouwens hier nog nooit geweest. We zijn hier echt nog nooit geweest door deze gang. We zijn nooit links gegaan. We zijn vaak via rechts gegaan. Want dat was gewoon iets dichterbij. Maar dan moesten we Freddy achterlaten. De game laat. Even wachten. Oh no, dat is zo annoying nu. Dat is gewoon niet oké, annoying. Oké. Okay. Okay. Rechtdoor toch? Gewoon? Ja, gewoon rechtdoor. Oké. Hoe laat is het? Moon doet er niet komt. Niet naar boven, toch? Ja. Niet naar boven, toch? De lift erachter. Zit de lift? Nee, hierboven zit de lift, toch? Zit er boven de lift? Ja, dat kan ook. Ja. Ik weet niet meer precies waar alle liften zitten. Zoals ik net zei, het is alweer 2 weken verder. En dan 5 minuten, okay. We zijn zoveel sneller. Donder op. Eigenlijk kunnen we dus nu ook... naar het einde gaan. Naar de main stage. Maar dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dus we gaan misschien wat meerdere eindes vandaag in één keer doen. De main stage. Ja. Gregory, I think you deserve a reward. Go check the main stage. Hoe ze dat zegt, is klinkt niet goed gewoon. Nou, het klinkt eerder als... lijkt dat de game daar dan weer goed wordt. Ja, ik weet ook echt niet meer wat we vanaf nu met de serie moeten doen, want... we gaan dus vandaag een soort van de game uitspelen. Ja, ook laten zien dat waar alles is. Juist. Maar we moeten even kijken. Want ik heb dus ook geleerd hoe je de game in 6 minuten kan uitspelen. Door te glitchen zeker? Ja, best wel. Het is niet maar, like het kan, maar het is gewoon glitch. Het kan dus gewoon echt. Mm-hmm. Misschien gaan we daar ook een keer een YouTube video van maken. Lijkt wel leuk om te doen. Oké, okay, dus we gaan nu het eerste... we gaan nu zeg maar de keuze zien. Nou, superstar. Nice. No, I cannot exit this facility. Of course you can. Come on. We can hide you somewhere. Without a recharge station. Zielig toch dit. Systems would shut down within an hour. It is a safety precaution. Wordt het nog scary? It is nee. My design. This is where I must stay. Do not return. It will never be safe. Freddy heeft altijd in veiligheid van ons gehandeld. If I leave now, nothing will change, will it? There will be more disappearances. Maar waarom weet hij dit? Waarom zijn er kinderen die weggegaan? En waarom geeft Freddy dit toe? Dus dat betekent dus dat er echt iets aan de hand is. Ik bedoel, het kan ook zijn dat we die berichten beter hadden kunnen lezen, maar can go or you can continue to investigate the secrets of the Pizzaplex. I feel there is something else going on besides Fanny. Fanny. Dus we kunnen 3 dingen doen. We kunnen weggaan. We kunnen blijven. Of we kunnen naar Fanny gaan. Naar Fanny, toch? Laten we eerst gewoon lief doen. Sure. Ja? Dan gaan we gewoon meerdere eindes doen vandaag. Oké, doe dat maar. Oké, lief. Oké. Ik weet niet of we nu onze hele game hebben opgefokt trouwens. Begin opnieuw, right? Ja. Maar 1 save hadden. Oké, hij ontsnapt. Dikke gruweldaden gezien. Later. Wow. Oh, zijn ouders waren trouwens weg. Of hij heeft geen ouders. Hij heeft geen kinderen. Of ja, geen ouders. Hij was überhaupt iemand die gewoon like een... Kijk hoeveel kinderen er vermist zijn, hè. 9 kinderen vermist dus. Ja. Fanny. Dus Fanny kan wel naar buiten.
Ja, want zij is een pak. Ze is letterlijk die Vanessa sowieso. Er lag nog een envelop onder. Oké. Okay. It's all fine. You won the game. Dit is dus denk ik het kunsteinde wat je kan krijgen. Kan ik dit skippen? Ik denk dat het niet het kunsteinde is. Ik denk wel dat het niet het goede einde is, though. Oké. Okay. Ik weet niet of we dit moeten skippen. Ik vind ook die Fanny-optie zo purposeful, zeg maar. Dat Fanny gewoon lekker het goede einde is. Continue game. Zo. Wil je nu dat we nu Fanny doen dan? Of wil je dat we naar de main stage gaan? Dat is denk ik Fanny. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat onder Fanny valt. Er zijn namelijk 7 eindes, dus... Oh. Zo, al wat ik gehoord heb hoor. Ik gok maar wat. I don't know. Maar dus Adrian, we gaan dus nu weer... Freddy moeten upgraden. Fucking god, dat is zo annoying. Ja, maar heel kut. Ze hadden echt al even... Ah, nooit. Hier gesaved. Fanny? Ja, Fanny. Well, we saw her hideout, right? In Phaserblast? Ja, we hebben haar hideout zeker gezien. Ja. If she thinks I escaped, maybe we can surprise her. Oké, laten we proberen. Let us end this. Oké. Turbo mode. We gaan naar Fanny toe. Wait, wat? Is dit al een einde? Ja. Gewoon direct, tering. Nou, dit hebben wij gezien. Dat hoefden we ook niet eens te zien. We hebben het gewoon gezien. Ik denk dat we dit einde hebben unlocked. Dit is duidelijk. Omdat we dit hebben gevonden. What the fuck is happening? Ja. We zijn nog niet klaar, Adrian. We zijn nog niet klaar. Broer, we zijn nog niet klaar. Dat is... Nu begint het pas. Nu begint het pas? Freddy is dood. Nee. Broer, Freddy is niet dood. Wij zijn er nog. Maar nu moeten wij vluchten of zo? Ik heb geen idee. Ik ben hier gestopt met kijken. Je hebt ook nog een zaklamp, ja. Ik heb geen idee wat we nu moeten doen. What? Maar dit is het Fanny-einde. We zitten nu in de kamer van Fanny. This is so fucking confusing. Maar wat moeten we hier in godsnaam doen? That's the question. Ik hoor Roxy. Ja. Waarom leeft zij nog? Ah ja. Ze is gewoon... Ze hebben haar niet gekild of zo. Nee, hè? Toch niet. Maar dat is Chica. Ik weet ook niet, zeg maar... Of zij mij kan zien nu, Fanny. Maar ze is wel heel dichtbij. Nou, als jouw gezicht mest op... Oké, deze. Oh god. Gaat ze erin? Oh mijn god. Doet ze het licht nou overal uit? Daar leek het wel op. Ik weet ook niet waar we heen moeten. Ik denk dat we het al daar... Ik denk dat we de gang gewoon doorheen moeten lopen, toch? Waarschijnlijk was het slimmer geweest als we gewoon in één keer door hadden gerend. Dit is kijk ook een hier. Hele kijk andere hier. Rem, niet? Ze staat gewoon stil. Ja, we zijn echt in een geheime plek. Ze staat letterlijk stil. Misschien hadden we inderdaad door moeten rennen en weg moeten rennen of zo. Ik denk dat hier trouwens ergens Roxy aan het chillen is gewoon. I wouldn't know. Right. Daar chillt Chica. Oh my god. Oh. Chica's on the move. Oké. Okay. Als wij dus nou naar zo'n links gaan. Oh, deze is hier letterlijk niks hier. Maar daar kwamen we net vandaan uit. Ah. Oh, mijn god. Het voelt ook alsof je gewoon die gang uit moet lopen. Oh, wacht. Huh? Hoe is Chica bij mij in de buurt? God. Ik heb geen idee waar we zijn. Hè. We hebben ook geen geweer meer. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Weet ik eigenlijk niet. Fuck. Fanny is in de buurt. Nee. Hebben we nog een gun? Ja. We hebben nog een gun. Maar ik gok dat we Fanny niet kunnen killen. Nope. We kunnen waarschijnlijk alleen Chica nog steeds daarmee schieten, toch?
Ja, dat is wel waar. Rocky is nog steeds haar ogen was, denk ik. Weet. Zelfs al is Freddy dood. What the fuck? Why did he have to die? Ben ik gezien? Kan ik nog weg hier? Dat is wel like dat fucked up beeld dat je bij haar in de buurt staat. Oh mijn god. Echt, wat heb ik mezelf aangedaan? Waarom zou je niet gewoon... Ik had deze game kunnen negeren. Ik zeg gewoon dat dit de laatste aflevering is. Ik denk wel dat je er snel doorheen had moeten lopen, want... Ja, Fanny dat denk ik ook. En Fanny kwam ook veel later door die gang heen lopen. Fuck, wat is deze man? Ik weet ook niet of we eerst ook hier naartoe gewoon kunnen. Hoe is je map nu ineens veranderd? Mijn map is niet veranderd, ik ben gewoon ergens anders gaan staan. Hoe bedoel je map? Are you sure? Ja, 100%. Hebben we teruggelopen? Ja. We zijn teruggelopen. Oké, ja, what the fuck, zo raar. Hoe de map dan ook draait op je kaart, het leek gewoon niet logisch. Zat ze er achter deze deur? Zo misschien. Ik snap het niet. Ik snap echt niet wat we aan het doen zijn. Ik ook niet. Klinkt als chaos. Ik denk dat we er gewoon voor moeten gaan nu en dan zo meteen iets sneller doen, want... Oh, kut. Was dat Fanny? Ja, zo was dat. Ze loopt niet weg! Nee. Ze staat... Ik denk dat dat ook komt omdat je het lijkt... Oh, wait. Kunnen we niet hier ook nog in dan? Kan je dat? Kunnen we terug naar boven? Nee, maar... Links is terug. Dus dat is die kamer hier, toch? Waar je net doorheen wil gaan. Ja, dit is terug. Oké, blijkbaar is er nog wat iets. Nee, hier kwam je net in. Is het niet een soort safe area? Ja, dat wel. Daar is voor zijn die deuren. Normaal gesproken wel, ja. Misschien is er nog een andere ruimte om hier eruit te gaan. Nee, dit hebben we al gedaan. Nou, er zit daar verderop een trap ergens boven. Moeten we Freddy toevallig redden? Die ergens op de grond dood aan het gaan is. Wat is onze missie? Dat kunnen we altijd zien, toch? Missions. Escape the pizza plek nog steeds. Ja. Guess nothing has changed. Maar er was hier ergens altijd een soort van toren. En daar kijkt Fanny net uit. Ja, we konden omhoog. Deze toren. Ja. Kunnen we daar nu weer heen? Ik denk het wel. Dat Chica hier trouwens ergens rondloopt. Dat is wel een exit. I'm scared. We kunnen kijken of wij naar haar kamer kunnen komen. Ja, misschien nu wel, maar ik denk het niet. En de exit is dicht. Oh, we mogen hier ook niet in gewoon. Oh, echt niet? Je wordt eruit geduwd ofzo? Ja, nee, mag niet hier gewoon. Nou, oké, dus het is wel, like, je staat vast van waar je heen moet. Via die exit-deur. Maar ik hoor wel Chica daar, hoor. Misschien kunnen we Freddy nog ergens hier vinden ook. Maar ik heb geen idee. I have no clue. Nou. Ik denk dat we het maar gewoon even moeten accepteren. Oh. Kut Roxy. Die staat er wel dan naast ons. Oh, nu zie ik er wel duidelijker. Ja, ze is gewoon geglitcht. Oké, nou, laat me gillen. Ja, prima. Ik denk dat ze daar gewoon op tijd op staat. Ja, ze zat echt geglitcht, ze stond stil. Ja, maar ik bedoel gewoon, like, als jij niet op tijd daar voorbij bent, dan staat ze daar stil. Wat is nu de keuze trouwens? Hebben we onszelf gelokt of niet? Misschien moeten we echt dit einde eerst nu uitspelen trouwens. Dat best kunnen. Oké, game loopt vast. Nee, het gaat laden. Deze game meedoen. Ik snap echt niet dat we geen fucking laadpagina hebben. Deze game meedoen, echt waar. Fanny.
We saw her hideout, right? In Phazerblast? Maybe we could catch her there. If she thinks I escaped, maybe we can surprise her. Yes. Skip. Let us. Ja, dat ga ik zo doen. Deze cinematic is wel dope trouwens, hoor. Ah, ik vind het wel meevallen. Ik vind het heel raar dat we nu ineens hier zijn. En hij is like... Ik kan hun wel... Ik kan niet skippen? Ik heb niet mijn vrienden. Er staat toch E, skip. Ik druk op E, vriend. Oh, wat... Hij wordt ook gewoon van afgeduwd en nu is hij like... Oh god, auw. Dat is wel pijnlijk. Disassembled. What the fuck? It's so random. Blijf nog steeds grappig vinden hoe dicht wij bij het einde waren. Mm-hmm. Ik kan niet lopen, oké. Okay. Oké, okay, daar is ze. Ik heb geen idee waar ik heen ga, dus nu, hè? Mm-hmm. Ik denk dat dat ook het punt is. Je moet gewoon door blijven gaan. Zo voelt het ook. Kut. Okay, dat is kut. Je kon maar wel schieten, dan. Ja, maar ik was te langzaam met drukken. Oké, okay, ja, dit was makkie. Oké, okay, laten we dit nog even een poging geven. Het is niet alsof dat Roxy was of Monty. Monty komen we ook echt bijna nooit tegen. Als we het nu niet halen, dan stoppen we voor vandaag met deze video. Mm. En dan kijken we gewoon hoe we ver kunnen komen met die andere modus. Ik moet echt even nadenken of ik dit mentaal aan kan. Gewoon niet te saven meer in deze game. Dat is wel echt fucking kut, though. Ja. Maar het is wel echt Five Nights. Het is wel echt, zeg maar... Ja, ja. Het kan ook zijn dat dit namelijk echt maar 6 minuten duurt of zo. Mm-hmm. Ik wil skippen. Ik druk gewoon E, hè. Hold E to skip. Dat mag al niet. Ik snap echt niet hoe deze game zo irritant kut is. En het is gewoon zo jammer, want... Dit soort dingen, echt vet. Gewoon meerdere eindes en zo. Dit ziet er ook vet uit, gewoon qua cutscene. Maar like, zelfs qua cutscene zien we bijna niks. En dan zien we eindelijk wat en dan is het gewoon like, je kan het niet eens skippen. Oké, okay, let's go. My hair, it's ruined. Kut. Oh, mijn rug. Mijn rug, jongen, Adrian. Je rug. Ik schrok me echt de tering, hè. Ja. Oké, even chillen. En waar nu? De trap op. Ja, we daar bijna zijn. Ik denk dat we het einde hebben gehaald. Hij leeft nog, hij praat tegen je. Ik denk dat we het einde hebben gehaald. Dat zou best kunnen. Oké, okay, je zit safe hier. Oké, dat was een makkie. Dit was een makkie. Oké, let's see. Wat een pussy, man. Doe wat. Sambo Fanny. Oh. Maar... Wel een vette iPad. Dat is een lichaam. Freddy. Freddy gaat ook over. Je bent een loser, Freddy. Je bent een loser, Gregory. Gregory, je bent een loser. Kan je daar alsjeblieft... Mijn superster. Kan je daar een fumble van maken, joh? Ja hoor. Oh man. Oké, jongens. What the fuck? Dit was...
misschien wel Five Nights at Freddy. Nee. Nee? Oké. Okay. Blijkbaar niet. Nou, we gaan in ieder geval even het andere einde ook proberen te halen. Want ik denk dat dat... Er gaan te veel mensen dood steeds. Ik denk dat dat andere einde is echt heel moeilijk. Want dan moeten we dus Monty's upgrade krijgen. Maar dat is ook straight up een level volgens mij. Ja, dat is echt veel werk, denk ik. Dus we gaan kijken hoe ver we daarmee komen. Maar we zijn misschien wel fucked met dat we terug moeten lopen naar die stage. Want ik denk dat dat te laat is misschien. Ik weet niet wat het stage-einde is. Misschien kunnen we dat nog doen als we nu zeggen stay, toch? Ja, quit game of zo. Of stay, inderdaad. Ja. Ik weet niet, we gaan het zien. Dankjewel voor het kijken in ieder geval. Als je niet liked en abonneert, dan krijg je de hik. Dus vergeet dat niet te doen. Hier, daar heb je het al. Ja, iedereen heeft het. Ja. Nee! Ja, oké, later jongens. Doei doei. Hoi.